Nou, vooruit dan. Nou, hoe was de vaart? Mooi? Ja, die was hartstikke mooi. Ja, hè? Zeker de moeite worden om te dwalen. Mooi. U hebt wel genoten, meneer. Ja, zeker, zeker, zeker. Zo hoort het ook, hè? Zou jij dat lukken, ja. Je gaat straks met de praam? Ja. Oh, leuk. Maar ik kom hier niet vandaan, ik ben met een vriendin. Dus wat we precies gaan doen, moeten we maar aan mijn vriendin vragen. Ja, maar dat is juist wat spannende, hè? Ja, heel erg. Dan ziet u Leo wel ook mooi natuurlijk, hè? Ja. Ja. Ja, ik heb er ook heel veel zin in. Ja, hè? Oh, je vriendin, daar heb je het kaart van gekregen. Ja, nee, deze. Dat ben ik. Oh, deze? Oh, ja. Ja, wat leuk, hé. Ik woon sinds 1,5 jaar in Leeuwarden. Dus oh. Het was tijd om mijn vrienden even een rondje Leeuwarden te laten. Oh, dat was hartstikke leuk, hé. Ja. Mooi, kan het niet, hè? Nou, precies. Nou veel vaartplezier straks, hè? Ja, dankjewel. Hartstikke mooi. Heb je hem al afgescheurd? Ja. Nee. Hij is ook voor jou ook al afgescheurd? Ja. Oh, je bent daar al afgescheurd? Ja. Hij scheurt al, hij scheurt al af. Oké. Beppe gaat ook even mee? Ja, Beppe gaat mee. Ja, Beppe gaat ook mee. Beppe wil mee. Beppe jarig. Ja, Beppe is jarig. Hoeveel is dit? 24? Ja, 24. 24. Ja, oké. Mooi, hè? Maar dan ziet je er nog jong uit. Ja, dat dacht ik. Ja. Okay, daar wel even kan ik daar wel even zitten hier? Of kan ook daar. We kunnen ook op zijn punt gaan zitten. Ja. Nee, dit? Goeie opkomst. 20 keer. 20 personen iedere keer. Dan mogen we 20 vervaren. Hele dag. We zijn begonnen om 2 uur. Zo. 2 uur, om 3 uur en om 4 uur. En om 5 uur nog een groep die besteld is. Mooi. Dus dat is vandaag weer prima voor elkaar. Maar het weer is er ook naar. Het weer is mooi. Ja. Ja hoor, mensen zijn allemaal vrolijk. Ja. Nou, dat is hartstikke mooi. Ja, zeker. Dan, ja, dan gaat het prima. Ja, hoor. Even Leeuwarden laten zien. Ja, zeker. Dat is altijd leuk om te doen. En, dat is wel een leuke initiatief hier. Hè? Ja, dat hebben we dus een paar jaar. En dat is geweldig. Want we hebben heel veel gasten, die ook toeristen van buiten de stad. En die zeggen van, wat is Leeuwarden toch mooi. Trouwens, Leeuwarden zelf ook zeggen van, wat is Leeuwarden mooi. Want die hebben dat niet allemaal ook gezien nog. Wat die allemaal uit de boot kunt zien. Dat is heel anders dan wanneer je loopt over de weg. Hè, ja, over de straat. Ja. Ik ga even mee. Ja, prima. Ik ga naar voren. Ja. Ik ga daar ook maar even bij zitten. Heren, welkom aan boord van de Grutte. U bent de gast bij de Stichting Praamvaren Leeuwarden. En wij proberen als vrijwilligers u het mooie van Leeuwarden te laten zien middels het varen met een praam. Deze praam is elektrisch voortgedreven. Dit is een oude melkschuit. Er zat vroeger een dieselmotor in. Maar nu is hij omgebouwd met een elektromotor. En vandaar dat hij geruisloos is. En daarom noemen wij dit ook een fluisterpraam. Ik wil even voorstellen aan de vrijwilligers die hier vandaag met u aan boord zijn. We hebben er vandaag 3. De schipper, dat is meneer met die pet op, dat is Johannes van Diek. En Klaas van der Wal, dat is de matroos. Dat andere woord zal ik maar niet gebruiken. Ik had hem aan het dekhengst willen noemen, maar ja, het gaat. En ik ben de gids die jullie wat zal vertellen van de stad. Ik ben altijd bij het jaar 800. Want in het jaar 800, als we dan niet met elkaar gevaren hadden, hadden wij in zout water gevaren, hadden wij op zee gevaren. Want Leeuwarden lag toen de tijd aan zee, aan de Middelzee. En Leeuwarden lag aan een zeeengte als het ware. En bij die zeeengte, daar woonden toch wel mensen en die woonden op een terp. Dat terp is een bult, een hoge bult, die dus gevormd is door het afval en koeienmest en weet ik het allemaal van de bewoners. En die terp, 3 terpen waren dat, zijn dat nog steeds, de terp Oldenhoven. Staat de Oldenhoven toren op en verderop zullen we zo meteen langskomen langs de terp. Ik wil je even voorstellen aan deze meneer die met die kale onderbroek en keurjes. Er zijn achter de dijk ook allerlei woningen en winkeltjes had men niet, werkplaatsen gebouwd. En een gedeelte daarvan is staat nog overeind of is herbouwd, dat daar huizen gebouwd konden worden. Het was een soort nieuwbouwplan. En om die huizen te kunnen bereiken van die kant hebben ze houten bruggetjes gemaakt om dus van de ene kant naar de andere kant te komen, want deze slenk is altijd blijven bestaan. En toen die houten bruggetjes wat te gammel werden, toen hebben ze daar stenen bruggen van gemaakt en dat zijn nu de pijpen die wij dus allemaal zien. Ik heb maar een vraag, zijn het allemaal Nederlanders of zijn er mensen bij van een vreemde mogendheid? Dan moet ik dat even proberen uit te leggen. Allemaal van Nederland? Geen vreemde mogendheden aan boord? Oké. Okay. Mijn linkerkant zit hier een gevel waar meneer Marijnissen af van, maar u ziet in ieder geval een prachtige mooie gevel, want oorspronkelijk is dit gebouw opgedragen aan een aannemer, die was een wijnhandelaar. En u kunt het zien aan de wijnranken daarboven in de top. Langs de pijp van Nederland, 60 meter lang. En om daar doorheen te komen was dat een heel karwei. En wat hebben ze gedaan? Ze hebben haken in het plafond gezet en daar kettingen aan gehangen, zodat de mensen zich aan de ketting door dit
pijpgeweld heen konden trekken. Ze hadden toen geen motor zoals wij nu hebben. Hier aan de rechterkant van mij ziet u dus de Waag, het Waaggebouw. Het is van 1590. Dat is gebouwd en ontworpen door Willem Timmermans. Dat werd handel gedaan in kaas en boter. Nou, dat was toch een hele knappe timmerman. Zo is. Er staat nog hier een baltje. Dat houdt in dat hier vroeger ook water was. Dat was namelijk een riviertje, de E. Die kwam hier in de zee uit. In die zee waar we nu nog steeds varen, kwam ook een riviertje uit. Dat kwam hier uit via een sluisje. Dat was een riviertje, de E. En die komt zo meteen nog een keer te sprake. Nou, voor een smal grasje. Oh, we hebben, dat is de muziekboot. We hebben dat muziekje, we hebben orgel. Alles door elkaar. Is in de Eerste Wereldoorlog ging hij naar Frankrijk, want die was het leven in Leeuwarden een beetje moe. En die zagen wel gedurven daar dat ze daar op dat beeldje hebben staan. En zij is geboren als Margaretha zelf. Maar ze is in de Eerste Wereldoorlog als danseres naar Frankrijk gegaan. Zij ontdekte dat ze later, wanneer ze ook nog eens bij de militairen in bed woonde, dat ze meer kon verdienen. Ze deed ook bij de Duitsers ondertussen. En onder het gevoel tussendoor werden dan de militaire geheimjes uitgewisseld. Daar heeft ze dus heel veel aan verdiend. Nou, we zien nu de kerk, het prachtig mooie uitzicht op de toren, de Bonifaciekerk. Daar is een ramp mee gebeurd in 1976. Toen is de spits vanaf de wijzerplaat tot boven is afgewaaid. Op het dak van de kerk. We hebben een wandeling kijken naar de Dam van Slauwerhof. Prachtig mooie gevel bovenin. En daar is de dichter, scheepsrechter Slauwerhof, heeft daar gewoond. Je moet allemaal even bukken. Je was zo in de kerk. We gaan nu bukken. Of op de tafel of onder de tafel leggen, naar keuze. Maar denk om je hoofd, denk om je ellebogen, denk om je handen, allemaal even binnen het bord. Naar de stadsgrachten buiten deze stadsgracht gaan varen. We zijn nog hier. We gaan er hier dus uit. Zo, we gaan eruit. Vijf een tuintje, daar zat het tot voor kort zat daar een meerkoet in te broeden. Er zijn nog vijf jongen uitgekomen, die hebben allemaal zwemles gehad onder leiding van ons. Dan kom je daar in Frank, ze hebben uiteindelijk een diploma uitgereikt en ze zijn nu allemaal uitgezwommen tot volgend jaar. Ik geniet, het volle teugen, ja. Is het de eerste keer hier? Dat is de eerste keer dat ik in de gracht van Leeuwarden bezoek. Ik ben hier geboren, maar ik heb nog nooit vanaf hier gezien. Oh. Dat is wel uniek. Je bent hier geboren? Ja, ik ben hier geboren, ja. En ik ben hier nou even weer op bezoek? Ja. Met de familie? Met de hele familie. Met schoonmama, vierde verjaardag, dus vonden we dit wel een goed idee. Ik ben s'avonds de stad niet in en dan sliep men hier in het hotel. Maar het is nu nog alleen café. Ja, welkom. Ik krijg je anders niet te zien. Hier stond vroeger een kazerne van de Marechaussee. En de paarden van die Marechaussee die gingen dan in de manege hier achter mij, dat grote gebouw. En dat grote gebouw dat zouden ze ook afbreken. Waarom hebben ze dat niet gedaan? Omdat gebleken is dat er een hele speciale dakconstructie in aanwezig was. Want dit gebouw is gebouwd in 1880 ongeveer. En wat er ingebouwd is, dat was zeer revolutionair. Dat was ontworpen door een Franse architect, meneer Paul Rousseau. Die heeft onder het dak geen houten balken geplaatst, maar zijn eigen constructie in de vorm van allemaal dunne stangetjes. Die met druk en kracht, druk en trekstavetjes, moest dat hele zaakje opgevangen worden. Nou, dat zit er allemaal bovenin, dat kunnen jullie zien, hè? En omdat het zichtbaar moet blijven, hebben ze daar geen plafond en geen zolders in gemaakt, maar hebben ze daar een kas in gemaakt. En dan moet je ook met zo'n kas doen, wat hebben ze gedaan? In die kas hebben ze klaslok. En het is hier altijd mooi weer. Het is altijd mooi weer. Ik trek bij je.
Dat is alleen hier, hè? Dat is zo. En dat park daar, dat is de Prinsentuin. Dat is aangelegd in 1640 door de stadhouders die ook wel een redelijk tuintje hadden in de binnenstad. Maar toch wat meer wilden en hebben ze hier dus een groot park aangelegd, de Prinsentuin. Ik kan heel snel weg. Het is er niet meer. Uit de oude pand staat er nog. Oh, ik dacht dat het pand ook weg was. Nee, het voort... In 1800 is deze tuin helemaal openbaar geworden voor de hele stad, maar daarvoor was het alleen maar toegankelijk voor de stadhouder met zijn gezin. En het mooiste pand vind ik zelf, het tweede pand van het Hoek vanwege die mooie dakkapel, die ovale mooie dakkapel. Nou, dat mocht toen en nu zijn er dus 4 lagen appartementen ingesitueerd in het voormalige hoofdgebouw van het Diakonessenziekenhuis, 1894. Dit is Usmep. Onze moeder, dat is, die koe is, dat standbeeld is aangeboden door het Fries Standboek in de 18, tussen 75 jaar bestond. Dat beeld, die koe, die stond oorspronkelijk meer in het centrum van de stad. Hij staat nu hier, maar de Partij van de Dieren heeft al protest aangetekend, want die vond het niet leuk dat hier zo'n koe midden tussen die uitlaatgassen moest staan van die auto's. Hier staat de Oldehoven, de nationale trots van Leeuwarden. De Oldehoven zou oorspronkelijk een kerk moeten worden. In 1520 is men begonnen met het bouwen ongeveer, naar links van hieruit. En toen heeft hij daarna nog een stukje opgezet. Klutswerk van de bovenste plank. Ja. Achter ons zien wij dus ook een toren, dat is een kantoortoren. Die is 114 meter hoog. De grootste, hoogste toren van Noord-Nederland. Dukomattenpijp, dat is een Dukomattenpijp. En er staat ook op Harlingen End met een pijltje. Dus dat herinnert aan de oude situatie. Maar de nieuwe situatie herinnert je daaraan. Leeuwenstad, alles heet tegenwoordig Leeuwenstad. Dat oude bordje is alleen voor de show. Nou beste mensen, we zijn aan het eind gekomen van onze tocht. Ik hoop dat jullie je vermaakt hebben. Wij vonden het fijn jullie aan boord hebben gehad. Mooi weer gehad, gezellige mensen. Ik zou zeggen, verder nog een prettige avond. Jullie nog een veel plezier. En nog succes met jullie carrière. En misschien komen jullie nog eens terug. Bedankt. Jullie hebben wel allemaal blijven zitten. Dat we flink stevig aan de wal liggen. Anders krijgen we ongelukjes. Hoe lang duurt dat? 3 kwartier, 1,5 uur. Geweldig, hoor. Heb je wel voor Lauw? Ja, niet te veel wijn gehad, denk ik. Was de reis leuk? Het was hartstikke leuk. Nou, dat was het weer. Ja, graag gedaan, hoor. Nou, de mensen waren wel weer tevreden, hè? Ja, zeker. Gezellig. Beetje druk af en toe, maar ja, ze hadden wat wijn op. Ja, dat hoort er ook bij. Maar dat hoort er ook bij, ja. Zo is dat. Ja. Nou, ik zal zeggen tot ziens. Ja, ik hoop dat het...